Christine van Eyck woont sinds twee jaar in de Jan Jacob Slauerhofstraat. Zo, welkom in mijn baggerbak. Uh, dit is mijn huis, wat stinkt. Ze zegt sinds die tijd last te hebben van jeuk en een branderig gevoel en moet door de muffelucht in haar slaapkamer noodgedwongen in de huiskamer slapen. Ik heb uh, vitamine D uh, tekort. Ik heb een enorme brand op mijn huid. Daar heb ik gisteren voor bij de dokter uh, shampoo gehad om te gebruiken. En je denkt dat het allemaal door die lucht komt hier? Ik denk dat het allemaal door die lucht komt, ja. En, en ho hoezo? Hoe verklaar je dat? Hoe verklaar ik dat? Ja, uh, het is hier vochtig. Uh, het stinkt hier. En er komt een of andere lucht omhoog uh, wat mijn huid doet branden. Ook in andere huizen in de straat is er schimmel en stank. Deze buren willen hun verhaal niet doen op camera, maar laten ons wel de problemen zien. Dikke zwarte schimmel onder het zeil en ook het plafond van de badkamer is beschimmeld. Ondertussen is er iemand van woningcorporatie Vestia bij de bewoners langs geweest om onder meer de luchtvochtigheid te meten. Dat blijkt mee te vallen, maar Vestia denkt dat het probleem onder de vloer zit. De warmte van de stadsverwarming kan waarschijnlijk moeilijk weg, met als gevolg dat er een muffe lucht ontstaat. Vestia heeft toegezegd komende week de boel te controleren en maatregelen te treffen. Maar tot die tijd blijft Christine liever buiten zitten.